Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Voor een drankje en een hapje in onze gezellige brasserie of op ons terras. Het Pakhuis Brasserie en Adventure Golf ligt in het shoppingcenter Roercenter. De circus in de stad. Er is circus in de stad, nou, bijzonder. Ja, ik heb het circus hier uitgenodigd vanochtend, Carmen. Ja, ja, dat mag ik hopen, want ik heb inderdaad de circus tent gezien. Het ziet er prachtig uit. Wie zijn jullie? Dankjewel dat het er prachtig uitziet. Mijn naam is Steffi. Ik ben directrice van Circus Bolaloo. En ik heb een aantal artiesten meegenomen. Wie heb je meegenomen? Als allereerste, ik heb mijn partner meegenomen, Gregor. Ja. En Natasha zit tegenover mij. Ja. Dan hebben Welkom. We Dara nog tegenover mij. En de rest heb ik nog een clown en nog een aantal artiesten mee. Geweldig. Hoeveel artiesten doen er in totaal mee bij jullie? Ongeveer 10 personen zijn we. Ja. Het is een kleinschalig circus. Inderdaad. Ja. Jullie staan op dit moment bij het retailpark. Klopt. Ja, een hele mooie tent. Hoe lang bestaan jullie al? We zijn nu ongeveer 5 jaar voor onszelf bezig. 5, 6 jaar dat wij nu een circus organiseren. Mooi, met allemaal jonge mensen zie ik. Allemaal jonge mensen, ieder jaar een nieuw team. Ieder jaar een nieuw team voor ieder je. Jaar hebben wij een nieuw team van artiesten. Soms blijven de artiesten nog een jaar. Ja. Maar meestal iedere 2 jaar hebben we wel een geheel nieuw programma. Oké, dus iedereen die naar het circus komt, naar jullie toe komt, ziet ieder jaar andere mensen en andere acts. Dat klopt helemaal. Oké, mooi. En wat heb je dit jaar voor ons? Dit jaar hebben we natuurlijk acrobaten in de lucht, acrobaten op de grond. Ja. We hebben nog clownerie. En als allereerste hebben we, dit jaar voor de eerste keer hebben we geen dieren in het circus. Oké. Is een bewuste keuze? Of? Een bewuste keuze, inderdaad. Ja, en waarom? Ja, er komt steeds meer kritiek op de circusdieren. Ja. En vandaar dat wij er bewust voor gekozen hebben om dit jaar een programma neer te zetten met alleen artiesten en zonder dieren. Zelf persoonlijk vind ik het natuurlijk heel mooi om dieren in het circus te zien. Ja. Want de dieren worden goed behandeld. En als de dieren niet goed behandeld worden, werken ze niet. Dus, maar heel veel mensen kijken er anders naar. Klopt. Dus vandaar dat onze bewuste keuze gevallen is om een programma neer te zetten zonder dieren. Zonder dieren dit jaar, oké. Okay. En wat doe je zelf? Ik doe zelf alleen nog presenteren. Oké. Okay. Kom je uit een circusfamilie? Nee, ik kom niet uit een circusfamilie. Ik ben daar eigenlijk ingerold. Ja. En daardoor hebben we zelf toen de keuze gemaakt om een circus te starten. Ja, heel bijzonder om dat te durven in deze tijd. Hè? Ja. Ja, maar in alles is een risico, toch? Ja, zeker. Absoluut. En wat doe jij? Wie ben je en wat doe je? Ik ben Gregor. Ik ben Steffi de partner. En in de show doe ik eigenlijk niets. Ik doe alles een beetje op de achtergrond. Okay. Dus mee reizen, mee dingen maken, mee bouwen. Zorgen dat alles blijft rollen. Dat is ook belangrijk. En popcorn bakken, dat is mijn specialiteit. Popcorn bakken? Ja. Ik ben nou al fan. Ik ben te zien in de snoepwagen. Ja. Oké, okay. Ja. Dus mee in de organisatie, zeg maar, achter de schermen. Ja, als je mij ziet rennen, dan gaat er iets niet goed. Meestal zie je me niet. Dat is het beste. Ja. Nou, super. Op hoeveel plaatsen staan jullie nou in het seizoen? Wij spelen ongeveer ik denk ongeveer 40 weken, zeker wel, in een jaar tijd. En in de zomer spelen we iedere dag een andere campingplaats of vakantiepark. Zo. Oké, en nu in Roermond, hoe lang staan jullie hier? In Roermond staan we 2 weken. En vanuit Roermond gaan we weer door naar Panningen. Panningen. Oké. Okay. Ja. En dan is het weer allemaal opbreken en daar weer opbouwen. Afbreken en opbouwen, inderdaad. Ja, leuk. En dat doen jullie ook zelf? Allemaal. Dat doen wij ook zelf. Ja. En waar haal je de artiesten vandaan? Ja, of via artiestenbureaus of via internet. Op die manieren vind je elkaar. En soms artiesten die bij ons zijn, die weten weer andere artiesten. Dus is het gewoon mond-op-mond reclame. Een netwerk. Inderdaad. En wie is aan deze kant? Hallo. Hallo, mijn naam is Nathalie. Nathalie, en waar kom je vandaan? Where you come from? I'm from Moldova, but I'm married with Hungarian. Yeah. And we are living in Hungary. You're living in Hungary, and now you're in Holland. Yes. For the time being. Yes. And what do you perform? I'm performing hula hoop act. Yeah. With my husband, we do quick change. And we do cube act. Juggling. And what is a quick change? Quick change, fast change of the clothes in seconds. Yeah. Okay. And how long are you doing this? Professional from 18 years old. That's a long time.
Yes. Yes. Nice. No, no. For you. Very nice professional from your 18th. And if we say you come from Hungary, Moldavia, you say? Yes. Moldavia. Yes. Why this performance? Why did you choose this to do? Because there's a risk. From small, I was very active child. I'm not from a circus family. But my family tried to find for me something with what I can live my energy. But from small, I liked dancing, circus, and that kind of stuff. And already from 10 years old, I was thinking about that too. I want to be artist, and that's it. Was there a school for it? Yes, we have had a studio, special studio. One studio where I was dancing, and other studio where I was practicing for the circus. Okay. And then you became a professional, because not everyone becomes a professional. Yes, what does it take to become that? Time. When you like what you do, then you practice. Yes. And purpose. And also the chance that you become. What I mean is, someone has to believe in you, right? Yes. And then you can Me believe in me. Exactly. So yes. I had a lot of times when maybe my family, because how I told my family is not from circus family, mm-hmm. Not from circus camp. That's why they didn't understand my feelings to I want to be from start. Yeah. And when they see to really I want it to be, then they support me. Yes, and, of course. But how are they now? My mom is 67. Yes. And my dad 66. And how are they towards you? What do they say? You made the right choice? Yes. Are they proud? Yes. They like to I make my choice and to I stay on my way how I want, because they see to I love it, they see to I'm happy. And that for parents is more important. That's the most important thing. Yes. Yes. Hi. Hello. I'm Dara from Ireland. From Ireland you are. It's the first time in Holland? No, I've worked on two other Dutch shows. Okay. Three others. Yeah, is it a lot of difference than Ireland or the other countries? It's a little difference, yeah. You have your own little quirks that I haven't seen in other countries, but I believe. I like it here. Yeah. What do you do? I work in the air. In the air. Like a big net, and I hang from it and do like bendy tricks inside it. And you work solo? Yeah. Okay. Yeah. How long are you performing? About 13 years since I left school. I was just, I really love circus, even since I was a kid. And I thought, why not, you know, if I try to learn a routine of some kind. I didn't have a circus school, but I just try on my own, put something together. And as soon as I finished school, then I just ran away with the circus. And how was your family about that? They thought I was crazy. didn't understand. Stretching and bending on the floor and doing handstands. They're looking at me like, what's wrong with what's this kid? What's that? Yeah. Did you go to gymnastics school? No, you just did it on your own. I feel like I kept liking it because it was on my terms, my time, what I wanted to do. And if I was to have a teacher teach me, I'd probably be like, oh, too strict, I don't like it no more, you know? Okay. And how did you become a professional then? Whatever I put together, I contacted a circus after I finished school and was like, this is what I have, can I try it in your show? And then other artists on the show would tell me, oh, do it this way, don't do it that way, your costume needs to be nicer and things like that, and all criticism but constructive criticism. Yes. And it build the act and you can present it better, because I had the tricks but I couldn't present it, so you can only do that through experience. Yes, of course. Yeah. You have to learn that from each other, and over the years you're never the best, you have to keep improving every year, you learn new things. I think it's so nice for children to experience what a circus is like, right? Yeah, it's hard to explain to people. I always say you have to come and see the show, because it's very special, you know? We turn like an empty car park or an empty field into a gorgeous theater with lights and music, and, you know, it's very special. And in a few hours, we take it down and move to the next place. Yeah, nothing else like it.
Ja. Hoeveel shows zijn er? Hier in Roermond? Ja. Hier in Roermond hebben we extra shows, want het is natuurlijk dit weekend ook Pasen. Dus we spelen op maandag, woensdag en vrijdag nog een extra show. Normaal spelen we alleen op vrijdag, zaterdag en zondag. En in het weekend 5 shows. Maar door de extra shows zijn er nu een paar meer. Waardoor we een paar meer shows in Roermond geven. En je kan gewoon er naartoe komen en kaartjes kopen? Ja, je kan kaartjes kopen aan de kassa. Maar je kan natuurlijk ook online reserveren via onze internetsite. Oké. En wat kost het? En dat is verschillend. We hebben actiedagen. En de actiedagen zijn gewoon exact dezelfde shows. Alleen tegen een gereduceerd tarief. En dat zijn alle avondshows. Die kosten €15 per persoon. Ja. En de andere prijzen voor de andere shows beginnen vanaf €17,50. Maar ook in de winkels, hier in Roermond en op de scholen, zijn kortingskaartjes uitgedeeld van €2 korting. Dus daar kunnen de mensen ook nog met een kortingtarief naar de show komen. Ja, Carmen, we hebben een kleine wissel even gedaan. Aan tafel zit onze Ger Boerenboom. Dat is de voorzitter van de voedselbank in Roermond. Welkom. Heel even een korte vraag. Dat heeft niks met het onderwerp te maken. Maar hoe gaat het op dit moment? Heel even kort. Het gaat goed. We hebben natuurlijk een paar keer in de maand december zijn we bij elkaar geweest. En ja, onder jullie bezienende leiding heeft er toen een fantastische actie plaatsgevonden voor de voedselbank. En wij merken nu, een paar getallen Rob, we hadden eind december 444 gezinnen in Midden-Limburg die gebruik moesten maken van de voedselbank. Nou ja, er zijn een hele hoop dingen gebeurd de afgelopen maanden. Verhoging van het minimumloon, verhoging van uitkeringen, toeslagen. Maar ook in gemeentes is veel gebeurd om armoede te bestrijden. En dat heeft toch wel zijn uitwerking gehad, want we hebben nu gezien de afgelopen 3 maanden, echt de balans het weekend opgemaakt, dat we in Midden-Limburg gezakt zijn van 444 gezinnen naar 366. Nou, dat is toch een behoorlijke daling waar we ontzettend blij mee zijn. Ja. Niet alleen omdat veel mensen de voedselbank dus niet nodig hebben op dit moment, maar ook omdat we zien, we hebben veel producten, maar nou, we hoeven nu ook minder uit te delen. En daarmee kunnen we met de producten die we hebben en die we nog in kunnen kopen, lange tijd volstaan. Dus dat is prachtig, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het aantal gezinnen gedaald is. En als je dan vraagt van nou, wat is nou de verwachting, want die vraag krijg ik. Ik denk dat de komende maanden dat wel stabiliseert. En we zien altijd in de zomer wat minder aanmeldingen, maar ik verwacht dat tegen het einde van het jaar, oktober, november, het wel weer toeneemt. Maar nogmaals, dat wachten we af. We als je ons ontzettend hulp nodig hebt, Ger, dan tuurlijk, we zijn ontzettend blij met deze cijfers. Ger, hoeveel kinderen zitten er, denk jij, in dat getal van de 365? Ja, als we kijken, we hebben nu 366 kinderen, gezinnen. En dat zijn 467 kinderen zitten daarbij. Maar, dan zeg ik erbij, dat is van 0 jaar tot 18. Dus daar moet je wel even naar kijken. Maar ik zou niet weten, dat zou ik even verder moeten analyseren, om hoeveel kinderen het gaat, bijvoorbeeld tussen de 5 en de 12. Daar moet ik even naar kijken. Je zit er niet voor niks. Ja, je hebt me uitgenodigd, dus ik denk. Dan kom ik. Nou, ik ben vanochtend even bezig geweest. Ja. We kunnen het volgende doen. We hebben 60 vrijkaartjes voor het circus. Zo. Voor jullie. Nou, fantastisch. Ja. Fantastisch. Ja. Ieder kind moet iets moois mee mogen maken. Ja, ja, toch? Precies, precies. Ja. Een mooi momentje, hè? Ja, ja. Ja. Nou, dus bij deze, Ger, voordat we hier de kunstjes gaan doen, overhandig u jou, en dat doen we buiten de uitzending even, krijgen het ook fysiek aangeboden, 60 vrijkaartjes, en jullie weten best wel wie het beste kan gebruiken. Waar ja, we gaan even kijken. En ik denk dan met name, maar dat bedenk ik nu hoor, we hebben een aantal grote gezinnen, mensen met toch heel veel kinderen. En ik denk dat juist die groep het aanspreekt om dit een keer te kunnen doen. Dan hoeven ze niet met één kind, maar dan kunnen meerdere kinderen uit een gezin
kunnen dan een voorstelling bezoeken. Samen iets moois beleven. Samen iets leuks beleven. Ja. Dankzij ook het circus. Ja. Ja, ik kan alleen maar zeggen, top, hartstikke bedankt voor deze mooie geste. Super, en wij zijn er natuurlijk heel blij mee als we andere mensen er blij mee kunnen maken. Perfect. Ik zou zeggen, mensen, ga vooral kijken naar het Circus Bolaloe, want het is zo leuk om te zien. We hebben een aantal mooie acts hier gezien en naast mij staat natuurlijk die schitterende clown. And what's your name? Wiley. Wiley, we come to see you. Mensen, ga kijken naar het Circus Bolaloe. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.